اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد beste broeders en zusters dat is les 2 van onze serie lessen over de bedevaart. Bij de eerste les hebben we gesproken over de gunsten van de hajj. We hebben duidelijk gemaakt dat wanneer iemand de bedevaart voor Allah verricht, omwille van hem, dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn zonde vergeeft. Maar het grootste gunst is dat de beloning die voor de hajj klaargelegd is, dat het betreden van het paradijs. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij en jullie allemaal het paradijs laten betreden. De tweede les gaat over het oordeel van de bedevaart. De auteur van het boek heeft gezegd: والحج واجب مع العمرة مرة في العمر. De bedevaart samen met de umra zijn één keer in je hele leeftijd verplicht. En hij zei dan vervolgens ala kulli muslim, voor ieder moslim. Baligh betekent toerekeningsvatbaar. Aqil, verstandig, in de zin van dat hij bij zijn verstand zijn en dat hij niet gek is. Hor, dat hij een vrij persoon is, dat hij geen slaaf is. Mustati', iemand die in staat is. Dus de auteur van het boek maakt duidelijk dat de bedevaart verplicht is één keer in het leven samen met de umra. Want we zullen merken straks wanneer wij bij de volgende lessen komen dat wanneer iemand de hajj gaat verrichten dat hij dan de umra ook doet tegelijk. En voor wie is de bedevaart dan verplicht? Één keer in het leven. Hij zei voor ieder moslim. Dus dat betekent dat voor een ongelovige de bedevaart niet verplicht is. Voor ieder persoon die toerekeningsvatbaar. Dat betekent als iemand niet toerekeningsvatbaar is, dat het niet verplicht voor hem is. Maar wat betekent toerekeningsvatbaar? Dat komt straks terug wanneer wij dus de overleveringen en de verzen van de Koran gaan behandelen die dat allemaal duidelijk maken. Aqil dus bij zijn verstand. Niet gek, niet krankzinnig. Hor, vrij, daarentegen staat slaaf. Dus voor een slaaf is de bedevaart niet verricht, niet verplicht. Mustati is iemand die in staat is om de bedevaart te verrichten. En wat betreft istita'a, het kunde om het te verrichten, dat komt straks terug bij onze uitleg. En nu, welk bewijs hebben wij eigenlijk hiervoor die zegt dat het verplicht is? Eerste bewijs staat in Surat Al-Imran, vers 96 tot en met 97. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran:
Inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladhi bibakkah. لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt in zo'n vers, of deze twee versen, dat het eerste huis wat Allah subhanahu wa ta'ala voor de mensheid liet maken, dat is het huis wat in Bekka is. En Bekka is een ander naam voor Mekka. Mubarak, gezegend. En daarin zit er leiding voor de hele mensheid, lil alamin. Fihi ayatun bayyinat. Daarin zijn er tekenen. En onder die tekenen de plaats waar Ibrahim ging staan. En wie het binnentreedt, is veilig. Hij zal genieten van de veiligheid. En dan komt het vers waarin de verplichting van de bedevaart wordt vastgesteld. Allah zegt, walillahi ala nas. En dat is een uitdrukking die duidelijk maakt dat iets verplicht is. Walillahi ala nasi, wat? Hijjul bayt. Naar de bedevaart gaan. Voor wie? Man istata'a ilayhi sabila. Wie in staat is om het te doen. Wa man kafar, wie zich afwendt. Allah is eigenlijk, Allah heeft hem niet nodig. Fa inna Allah ghaniyun anil alamin. Niet alleen maar hij heeft hem niet nodig en hij heeft niemand nodig. Hij is subhanahu wa ta'ala onafhankelijk. Allah is subhanahu wa ta'ala rijk en heeft niemand nodig. En hij heeft jouw bezoek ook niet nodig. Dat om duidelijk te maken dat wanneer jij naar de bedevaart gaat, dan doe je iets goed voor jezelf, niet voor Allah. Allah heeft het voor je verplicht gesteld. Maar wanneer je het doet, doe je het om jezelf te redden. Doe je het om jezelf te helpen. Want Allah is onafhankelijk. Dus hier vinden we de woorden van Allah. Walillahi ala nas. En dat is een term die duidelijk geeft of aangeeft dat iets verplicht is. Hijjul bayt. Dus dat bayt wat verplicht is voor degene die in staat is. Dat is vers nummer 1. En dan vinden wij in de sunnah een hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ. Deze hadith is sahih te vinden in het boek van imam Muslim, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Allah heeft de bedevaart voor jullie verplicht gesteld, verricht de bedevaart, فَحُجُّ, met zo'n bevel. Een man zat met de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zei tegen hem, ja Rasulallah, ieder jaar, akulle amin ya Rasulallah. Toen de profeet de vraag kreeg, moeten wij hajj ieder jaar verrichten, o boodschapper van Allah? De profeet ging toen zwegen. De man ging het eigenlijk drie keer herhalen. Zijn wij verplicht om het ieder jaar te verrichten? De profeet ging niks zeggen. Daarna zei hij, لو قلت نعم, als ik ja zeg, dan wordt het ook verplicht gesteld. Eigenlijk wil de profeet sallallahu alayhi wa sallam geen antwoord geven. Want als hij ja had gezegd, dan was het verplicht voor ieder moslim om ieder jaar naar de bedevaart te gaan. Hij zei, لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. Als ik ja had gezegd, of als ik ja zeg, dan zou het verplicht worden en dan kunnen jullie het niet verrichten. ثُمَّ قَالَ ذَارُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ. Als ik niks zeg, dan moeten jullie me laten. Dus eigenlijk niet verder gaan vragen. فَإِنَّمَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ. De profeet heeft gezegd, de volkeren die voor ons waren, werden vernietigd
door het feit dat zij veel vragen stelden, maar dat zij ook veel verschilden in hetgeen waar ze over gingen vragen. En betreft hun met hun profeten. Hij zei, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ Als ik jullie vraag om iets te doen, doe daarvan wat je kan doen. En als ik jullie vroeg of vraag om afstand te nemen van iets, neem daar afstand van. Hier gaat het om dat de bedevaart verplicht is één keer in het leven. En het is niet een verplichting dat je ieder jaar naar de hajj gaat. Een ander hadith is de hadith die ook sahih is te vinden in al-Irwa van Sheikh al-Albani, maar ook in sahih al-Imam Muslim. Dat Abdullah ibn Umar zei, de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei, Buniya al-Islamu ala khams. De islam is gebouwd op 5. En daar bedoelt hij 5 zuilen. Hij zei, Shahadati an la ilaha illallah. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ De getuigenis dat er geen God is behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. وَإِقَامِ الصَّلَةِ Het verrichten van het gebed. وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ Het geven van almoes. وَحَجِّ الْبَيْتِ Het verrichten van de bedevaart. وَصِيَامِ رَمَدًا In deze hadith zie je dat de profeet sallallahu alaihi wasallam maakt duidelijk dat het verrichten van de bedevaart 1 van de 5 pilaren van het geloof. En opmerkelijk in zo'n overlevering dat het benoemen van de bedevaart als verplichting voor het vaste is gezegd in vergelijking met de andere overleveringen waarin staat de getuigenis, het gebed, het geven van almoes, het vaste van de Ramadan en dan de bedevaart. In deze hadith van Abdullah ibn Umar zie je dat de profeet na het geven van almoes de bedevaart heeft verricht, daarna het vasten. Dat zijn ahadith die duidelijk maken dat het verrichten van de bedevaart één van de 5 pilaren van onze geloof. En dan gaan we naar een ander hadith, dat ook sahih is. De overlevering van Abdullah ibn Abbas. Hij zei, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم De boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم zegt هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا هَذِهِ عُمْرَةٌ Voorwaar, dat is een umra. Een umra is eigenlijk een bezoek aan de Kaaba. Maar hier staat اسْتَمْتَعْنَا بِهَا De geleerden hebben zo'n woord uitgelegd en hebben gezegd dat het wijst naar het tamattu, wat eigenlijk één soort van de soorten van de hajj. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar de bedevaart ging, heeft hij de bedevaart verricht, wat heet de tweede soort, al-qiran. Dat hij al-umra al-hajj samen heeft gedaan. Tegelijk, zonder tussendoor halal te worden. En hier zegt hij, هذه عمرة استمتعنا بها. De geleerden hebben gezegd, hier praat de profeet niet over zichzelf. Maar hij praat over de mensen die met hem waren vertrokken, eigenlijk die geen offer hadden meegenomen. Want je kan met een offer gaan, zoals een schaap, en dan zeg je, labbaik Allahumma umratan wa hajj, allebei. De profeet sallallahu alaihi wasallam deed dat zo, met een offer erbij. Maar hier verwees hij niet naar zichzelf, want hij heeft geen tamattu' hajj gedaan. Hij verwees naar zijn vrienden. Hij zei, هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا Hij zei, فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدِي Wie geen offer heeft bij zich, فَلْيُحِلَّ الْحَلْ Hiermee maakt hij duidelijk dat hij halal moet worden. Dat zo'n persoon die geen offer heeft meegebracht, dat hij
halal wordt in de zin van als hij de umra heeft gedaan, dus de tawaf en de sa'i, en dat hij zijn haar ging knippen of scheren, dat hij moet stoppen dus met zo'n ritueel, dat hij dus zijn eigen kleding weer kan dragen, dat hij met zijn vrouw weer kan omgaan, de omgaan tussen vrouw en man. En hij zei, فَإِنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجْ الْحُرْ, waar de umra is in l'hajj, of met l'hajj, samengekomen, en dat zal blijven tot de laatste tijd. Wat betekent dat voor ons? Is dat l'hajj en l'umra gepaard gaan. En dat de verplichting die er is, is een verplichting voor l'umra en l'hajj samen. En wie daar naartoe gaat, die doet inderdaad l'umra en l'hajj samen. Eerst wat hij dan doet, is l'umra. Daarna wordt hij halal en dan doet hij l'hajj. En dat is wat wij ook gaan doen, insha'Allahu azza wa jal. Dus eigenlijk, wat leren we van zo'n hadith? Waarom wordt zo'n hadith naar voren gebracht? Om duidelijk te maken dat ieder persoon die nu, die vandaag naar de bedevaart zal gaan, dat hij niet alleen maar de bedevaart verricht, maar dat hij ook de umra verricht. Eerst wat hij doet, dan de umra, dan wordt hij halal, en dan weer ga jij beginnen met de hajj, en deze zijn allebei in één muzuk, dat is hajj at-tamattu'. Dus de umra is er, je doet het, daarna doe je de hajj, en samen is het dus hajj at-tamattu'. Laatste hadith, die duidelijk maakt dat de bedevaart verplicht is en dat de umra ook verplicht is, dus samen met de bedevaart, is de hadith die ook sahih is te vinden in het boek van Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah en Imam Al-Albani rahimahullah heeft het ook in zijn boek Al-Irwa genoemd. Hadith Subay, عن الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إكبن نر عمر خان أنك زيت تيخنهم يا أمير المؤمنين أو ليدر در خلوف خان إني أسلمت فوروار إكبن مسلم خورد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أنك بدأ حج العمرة gevonden als twee verplichtingen die ik behoor te doen. Fa'ahlaltu bihima. Ahlaltu bihima betekent, en ik heb dus ben naar de bedevaart gegaan en ik zei, labbaik Allahu umratan wa hajj. Faqal, dus Umar zei toen hij dat hoorde, hudita li sunnati nabiyik. Jij bent geleid naar de sunna van je profeet. Dus wat heeft Omar gedaan? Hij heeft hem goedgekeurd. Hij heeft het feit dat hij de umra en de hajj allebei hoort te doen, goedgekeurd. Goed, dat zijn dus verschillende overleveringen en een vers uit de Koran die duidelijk maken dat de umra en de hajj allebei verplicht zijn. Dat betekent niet dat je op een andere keer dus de umra gaat doen en een tweede keer hajj moet doen. Nee, want bij je reis die je gaat afleggen naar de bedevaart, doe je wel umra en doe je ook de hajj. Dus allebei ga je doen. Zowel de umra als de hajj. En het doen van de umra als de hajj is eigenlijk hetgeen wat verplicht is voor iedere moslim als hij in staat is. Ik zal het voor de tweede les hierbij houden. En inshallah volgende les gaan we weer verder. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.